style. IMA-GIN. Ready to create utopia. Vrij xenofoob. Ik denk dat we heel erg bang zijn voor elkaar en heel moeilijk met elkaar in contact komen. Ook al zijn de mogelijkheden er veel uitgebreider voor. Maar ik zie ook dat er verandering is en dat er een soort van energie, een soort van beweging is, waarbij mensen ook wel weer genoeg hebben van dat xenofobe en dat ze hun frustratie niet... En hun frustraties niet zozeer gaan uiten in die angst voor anderen, maar concreet op dingen die er mis zijn in de samenleving en dingen die er mis zijn van hoger af. Dus zoals de Occupy-beweging nu bijvoorbeeld. Ik ben blij dat die woede en die frustratie die gewoon mensen vaak voelen, omdat ze gewoon niet meer hun leven onder, ja, niet alles in hun leven onder controle hebben, dat ze die niet zozeer meer op... vreemdelingen uiten, maar op banken. Dat vind ik veel beter. Nou, ik denk wel dat het mogelijk is. Het hangt er natuurlijk helemaal vanaf wat voor dromen je hebt. Als je droomt dat je kan vliegen, dan... Ja, ik weet niet of dat gaat lukken, maar... Maar ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Als je hard werkt, ik denk dat iedereen met hard werk zeg maar zijn volledige potentie kan benutten. Mijn droom was altijd om Indiana Jones te worden. Maar naarmate je ouder wordt, ga je een soort van realistischere invulling daaraan geven. En dan dacht ik, ja, documentaire maken op avontuur en documentaire maken, dat komt er aardig in de buurt. En dat, ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Die droom aan het achtervolgen. En ik denk dat iedereen dat wel kan. Als ze er hard voor werken. En als je volhoudt. Volhard. Nee, daar zie ik geen voortekens of waarschuwingen in. Zeker niet in de bijgelovige zin. Want dat ben ik helemaal niet. En mensen zien ook al jaren, eeuwen, zien ze voortekens in allerlei natuurrampen en fenomenen. En ik denk dat dat een manier is om uit te leggen wat er gebeurt. Door een soort van doemscenario's te schetsen. Maar ik denk ook dat er wel degelijk nu, vandaag de dag, dat het milieu wordt aangetast. En dat er veranderingen optreden in het klimaat. En daar zit heel veel discussie over. En ja, het is heel moeilijk om daar gewoon iets over te zeggen, omdat je ook niet meer weet wie je moet geloven. Dat is soms heel lastig. Ook in heel veel dingen. Je weet niet meer wie je moet geloven. Politici, wetenschappers. En dat maakt het heel moeilijk om een soort van resoluut antwoord op zulke vragen te geven. Dus zeg ik nee. Ik zie geen voorteken. Ik denk dat we socialer met elkaar om moeten gaan. Ik denk dat we meer rekening moeten houden met anderen. En meer in moeten zien dat heel veel mensen eigenlijk gewoon net zo zijn als jij. Hoe anders, hoeveel verschillen je in eerste instantie ook ziet. En hoe ver weg ze ook wonen, aan de andere kant van de wereld. Dat we allemaal hetzelfde zijn. En dat... Ja, en dat je daardoor al de raakvlakken met mensen kan vinden. En ik hoop dat we niet, zeker nu, het zo makkelijk is om achter je computer te gaan zitten. En vermijden echt contact te hebben met mensen. Dat we niet uit elkaar groeien. Want je ziet ook bijvoorbeeld met sociale media zoals Facebook en Twitter. Dat we van alles te zeggen hebben en we zijn allemaal trots op allemaal dingen die we hebben gedaan. En dingen die we doen en dat laten we allemaal graag zien. Maar we laten... Niemand laat echt zien wanneer het slecht met hem gaat op Facebook en Twitter. Je ziet, weet je wel, dat plaatst met hem niet. En ik denk dat mensen dat daardoor ook heel eenzaam worden met hun verdriet die ze niet kunnen delen. En met de gevoelens die ze niet kunnen delen, omdat het veel te openbaar is en iedereen kan het lezen.
Dus daar zit ook een valkuil in. Sociale media brengt men dichter bij elkaar. En het is fantastisch natuurlijk. Je ziet het ook, weet je wel, met de Occupy-bewegingen, met de Arabische Lente. En dat soort gewoon sociale actie. Daar zijn deze media gewoon echt super, super goed voor. Maar ze hebben ook een soort van donkere kant. En ja, daar moet je gewoon bewust van zijn. Bewust mee omgaan. Nou, ik probeer verhalen te vertellen en geschiedenis te vertellen. En in de vorm van documentaires. Of, het maakt eigenlijk niet uit in wat voor vorm. Maar proberen verhalen te vertellen die over onderwerpen waar mensen gewoon te weinig van weten. In de hoop dat we daarmee elkaar beter leren begrijpen. En dat is ja, wat ik probeer bij te dragen aan de samenleving. En ik probeer ook, zeker de laatste tijd, mijn eigen cynisme los te laten. Want cynisme is zo makkelijk. Ik kan zoveel dingen wegcijferen en relativeren en cynisch over doen. Het is heel makkelijk. Je kan heel makkelijk grapjes maken over soms hele serieuze zaken. En dat cynisme gewoon weg te krijgen en een soort van romantisch of idealistisch weer terug te krijgen eigenlijk. En dat ook, dus te proberen die ondertoon ook in alles wat je doet mee te nemen. En ja, ik ben niet iemand die, ik richt me niet op één medium. Of probeer in alles wat ik doe, probeer ik die boodschap mee te nemen. En zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onderwerpen en informatie waar ze naar mijn idee niet genoeg over weten.